Iedere vlinder, hoe klein dan ook, is prachtig. Het is gewoon schitterend om naar te kijken. En dan ook, ja, de vlinders die vliegen met mooi weer. Dat je dan wat optimistischer wordt in het leven. En dat je dus de waardering eigenlijk gaat zien van de natuur. We hebben een heel apart vlindertje gezien. Hij is in 1904 is die gezien en beschreven. 1904. En we hebben hem hier ook gezien. En er was op een gegeven moment, liep ik met mijn vrouw in het weiland. En ik denk, wat zie ik daar nou toch? En ik zeg van, nou, dat is een albino. Ik heb maar toch de foto gemaakt. En dat is op een gegeven moment, ze zeggen, nou ja, helemaal niet beseft dat het zo bijzonder was. Een kleine vuurvlinder met afwijkende kleur dook bijna 100 jaar na de eerste melding uit Drenthe in 2000 weer op. Dus 2000 heb ik hem gezien. Alleen als ik over de kleine vos praat, ik heb geen enkele kleine vos. Dat is een brandnetelvlinder die op een gegeven moment massaal voor moet komen. Ik heb geen enkel exemplaar gezien. Die vlinders die hier nou verdwenen zijn, die waren normaal. Ik had dus de bruine vuurvlinder, maar die ben ik ook kwijt. Ja, er zijn er wel meer voorbeelden die op een gegeven moment toch ook door een of andere oorzaak, misschien door stikstof uit de lucht, als ze dus achteruit gaan en zelfs verdwijnen. Zelfs bij mij verdwijnen. Er is zoveel voeding vanuit de lucht, hè, dat je dus de begroeiing zodanig, dat die de vegetatie zo hoog wordt, dat je geen kale plekjes meer hebt. En die kale plekjes die zijn vroeg warm. En de vlinders die hebben er gewoon nodig, die hebben de warmte nodig om te kunnen vliegen. Dus die zoeken dan die kale plekjes op om zich op te warmen. Als die plekjes er niet meer zijn, ja, dan heeft die vlinder dat heel moeilijk. En dat irriteerde mij. Waarom moet dat nou? Dus dat was dus eigenlijk de beweging in mij die zei, jongens, laat dan zien, pak het dan, ga je teweerstellen. Toen ik hiermee begon en de mensen naar het dorp komen zeggen, nou wat een troep, wat een wildernis. Ze beginnen nu er anders over te denken. Ze zien dus de bloemen, dus, ze zien ook de vlinders vliegen en ze zeggen, goh, is toch eigenlijk wel leuk. Het zou kunnen dus dat ze dus op een gegeven moment via een vlinderstruik, en dat kan in iedere tuin wel geplaatst worden, dat ze dus weer vlinders gaan zien. En dat moet niet een strak gezonnetje wezen die er bespoten wordt, dat alle onkruikjes, de madeliefjes, alles verdwijnt. Nee, juist niet. Wat stenen weghalen, wat tegels weghalen en zo, en een vlinderstruik neerzetten. En dan op een gegeven moment genieten, op het ras gaan zitten en zo, en dan naar die vlinderstruik kijken.